Uit onderzoek van uitvaartverzekeringwijzer.net is gebleken dat steeds meer Nederlanders kiezen voor een persoonlijkere, informele uitvaart in plaats van informele. Ja, ik denk tijden zijn veranderd. Vroeger kwam er veel traditie bij kijken, oude gewoontes, maar was een uitvaart altijd donker, zwaar, moest altijd in het zwart gekleed. En nu is het toch steeds meer ook dat het leven gevierd mag worden. Nieuwe tijden, Nederlanders zijn best progressief daarin. En ja, als je herinneringen kan ophalen, echt het leven vieren van de overledene, dan kan je met mooie herinneringen verder leven. Merkt u dat er ook steeds meer informele uitvaarten komen of kunt u zich eigenlijk niet spiegelen aan dit onderzoek? Ja, jawel, zeker. Het is nou ook weer natuurlijk niet zo dat het ineens hele grootse feesten worden met heel veel toeters en bellen. Ik hou zelf heel erg van kleurrijk, dus als het kan probeer je het natuurlijk wel wat luchtiger te maken. Maar het is meer dat het niet meer klassiek het kopje koffie in de cake, maar dat mensen bijvoorbeeld gewoon in het café waar ze jaren komen, dat ze daar het afscheid doen. Want daar, ja, gewoon heel informeel, gewoon met een biertje erbij, een borrelhapje, om letterlijk, nou ja, nogmaals dat leven te vieren. Kunt u zich hierin vinden of bent u meer van de traditionele uitvaart? Nee, zeker niet. En daar zijn hele goede collega's voor die dat wel zijn. Hè? Ieder ons eigen specialisme als zelfstandige uitvaartondernemers. Maar ik vind het juist heel mooi dat je inderdaad herinneringen ophaalt over de overledene. Juist met elkaar weer van gedachten wisselt van, oh, wat waren jouw herinneringen daarmee? Want met die herinneringen moet je zelf verder als nabestaande of familie. En dat maakt het alleen maar heel mooi. En waarom moet dat zwaar zijn? Kijk, die rouw komt toch wel. Maar die dag, ja, zou ik de overledene veel liever willen eren en herinneringen ophalen dan wat anders. Hoe heeft u die omschakeling ervaren? Want vroeger waren het natuurlijk meer formele uitvaarten. Ja, nou, ik ben zelf nog niet zo lang bezig, net een jaar in het vak. Dus ik heb het natuurlijk wel meegemaakt met familie. Maar ik denk dat in Nederland is het gewoon heel geleidelijk aangegaan. En tuurlijk, de echte oude generatie, daar is het soms nog heel traditioneel. En dan moet je ook niet te veel met toeters en bellen willen aankomen. Want uiteindelijk volg je natuurlijk ook echt de wens van de overledene, van de dierbaren die het proberen te regelen voor als familie. Dus ik heb het zelf niet zo meegemaakt, maar ik maak nu wel mee dat, ja, eigenlijk ook een beetje los van de leeftijd, mensen steeds meer denken van, ja, we gaan er gewoon iets moois van maken. We gaan er een mooi afscheid van maken. We zijn nu niet in een uitvaartcentrum. Gebeurt het ook steeds vaker dat u naar locaties toe moet? Ja, zeker. Ik bedoel, wij als kleine zelfstandigen hebben ook geen uitvaartcentra vaak. Ook omdat je daar weer de wens van de klant volgt. Nou, hè, dit is in Oezili zo'n bloemenzaak. Ook daar zou je bij wijze van spreken een afscheid kunnen doen. Maar ook in het café waar de mensen heel vaak kwamen. Of Theater Het Hof, zo'n mooi voorbeeld in Arnhem. Klein theater. Als jij daar al jarenlang klant bent en heel vaak naar voorstellingen gaat, hoe mooi is het dan om je afscheid daar te doen? Maar kan dit ook zomaar overal? Op heel veel plekken wel, steeds meer. Mits natuurlijk wel, ja, dat je daar met een kist mag komen, om het even zo te zeggen. Maar steeds meer, ook horeca mensen staan daar wel voor open, omdat het hoort bij het leven. Bij het leven vieren hoort dus meer een glas wijn en een lekkere bitterbal dan dat kopje koffie met cake.